Artsenk, 27 år gammel student, gjør seg klar til start for første gang på 5000 meter I olympiske leker. Han har tidligere startet på 1500 meter og 500 meter. Han har ingen olympiske guldmedaljer, en sølvmedalje. Den har han på 1500 fra 1968. Det ja, avgjørende betydning her for Schenk å få kontakt med isen så tidlig som mulig, og følt seg fram til å vite hvor god den kan være. Første passering går på 20,3. Det betyr at iskvaliteten nok bra, og snøværet har også holdt noe opp akkurat nå. Været jo særdeles vekslende her borte I Sapporo. Det så vi ikke minst under åpningsseremonien I går. Nå snøen nesten helt borte. Det ingen antydning til vind, og forholdene altså noe bedre enn de så ut like før startskuddet smalt. Schenk leter etter rytmen, ser ut til å ha funnet den allerede. Han nødt til å stå på for fullt helt fra start. Her passerer han på 54,2 sekunder. Vi sløyfer som vanlig hundredelene. Det gjør det hele mer oversiktlig for dere som sitter hjemme. Vi nordmenn opererer jo gjerne med en 600 meter tid, men for kuriositetens skyld kan jeg nevne at denne runden her da, fra 200 til 600 meter gikk på 33,9. Og det meget raskt. Giovanni Gloder fra Italia, en dårligere løper enn Art Schenk selvfølgelig, og blir etter helt fra starten av. Så kommer Schenk fram til passering igjen. Der passerte han på 1.28,8. Det en rundetid på 34,6. Han falt altså av 7 tiendele, men det også vanlig. 34,6 en uhyre sterk åpning. Vi må jo regne med at forholdene kanskje ikke helt førsteklasse. Det mange løpere som har mange store favoritter som har gått ut I første par I olympiske leker. Vi husker Fred Anton Meyer gikk I første par på 10 000 meter I 1968. Det gikk ikke så bra, men derimot gikk det jo bedre for Jonny Nilsson I 1964 da han startet I første par på 10 000 meter. Han vant jo. Og så Schenk igjen på 2.03,7. Det rundetid 34,9. Og det betyr at han fremdeles holder seg under den liksom magiske 35 sekunders grensen. Det tydelig at han har funnet marsjfarten nå, og Gloder blir bare lenger og lenger etter. Det dreier seg snart om en drøy sving. Når Schenk kommer fram til passering nå, det 8 runder igjen av løpet hans, og det helt tydelig at han har tatt sjansen på en hard åpning. Spørsmålet om han får noen sprekk på slutten. 2.38,6 var passeringstiden. Det gir rundetid 34,9, altså det samme som han hadde I sted, og fremdeles jevn, fin fart for Art Schenk. Stor, kraftig fyr, som vi vet. 1,93 på strømpelisten, over 90 kilo tung, med kraft og fart og futt, og ikke minst teknikk I hvert fraspark. Frem til ny passering. 7 runder det igjen for Schenk nå. Gloder snart over 150 meter etter. Der passerer han på 3.13,7. Det 35,1 I rundetid. Der falt han litt av altså, men ikke merkbart. Bare 2 tiendeler fra foregående runde. Og det 7 runder igjen. Han holder fremdeles det harde åpningstempo han har satt opp. Vi ser nå, det snør noe mer. Det kommet en snøbyge innover stadion, selv om vi kan skimte solen så vidt oppe blant skyene til høyre. 6 runder igjen for Schenk når han kommer til passering nå. Virker ikke mer sliten. Passerer på 3.48,9. Våpi 35,2 I rundetid der, men fremdeles en drepende fart, og han har altså bare falt av 6 tiendele. På 1, 2, 3, 4, 5, 6 runder. Forholdet absolutt verre nå. Snøkanten begynt å bli litt store. Det nytter ikke sparke for mye inn I dem. Man mister balanse og rytme. Og det også lagt seg et lite snølag på isen. Det 16 banefolk her, men de tør ikke gå ut med skyffler. De litt for urutinerte til det. 5 runder igjen, 3008 passering der på 4.24,1. Rundetid igjen, 35,2. Og bare 5 runder igjen av løpet nå. Gloder snart 200 meter etter. Schenk på vekslingssiden, kjemper seg gjennom snødrevet som tyknet til. Det kan bli en ulempe for ham dette å gå I første par.
Hvis en av de andre favorittene skulle være så heldig å få solskinn og glatt is, for eksempel. Frem til passering 1, 4 runder tilbake. Merker kanskje tempo litt bedre skjenk nå. Passerer der på 4, 59, 5, 35, 4 i rundetid. Men han faller altså ikke noe vesentlig av på rundetiden. Men det kan vel nesten ses selv på skjenkstil at tempo har vært hardt. Så holder han seg godt unna snøkanten ved inngangen til svingen. Det er jo der han pleier å snike seg til noen centimeter med å gå over med venstre skøyte. Det gjør han altså ikke i dag. Har ikke så god kontakt med snøkanten lenger heller nå. Kjører med en arm ut på langsiden. Nok så lenge nå. Tar vel ut det siste han har av krefter. Fire runder igjen. Passerer der på 5. 35-3. Det var tre runder igjen. Og det er passeringstid, rundetid 35-8. Har falt av fire tiendeler der på en runde. Det har begynt å blåse litt også. Olympia-illen som ble tent i går blafrer der borte på langsiden på toppen av tribunen der borte, og flammen står ikke lenger rett til værs. Røyken driver mot høyre. Det er medvind på oppløpssiden, det er motvind på vekslingssiden, men skjenk altså fram til nest siste passering med vinden i ryggen nå, og passerer der på 6-11-2, rundetid 35-9. Holder farten fremdeles, men det er tydelig at han må kjempe for hver eneste liten tiendel nå, og det gjør han i motvinden her på vekslingssiden. Går han med en arm løs langt ut på langsiden og slipper armen igjen lenge før han kommer til svingen. Halvannen runde igjen av Schenks løp. Han kommer til å gå inn på en tid, skal vi si, litt i overkant av 7.20. Det skulle passe med et 7.20-skjema pluss noen sekunder det han har gått etter nå. Og det skal ringe for ham, og det gjør det. Han har en runde igjen. Passerer på 6.47.5. Da var han opp i 36.3 i rundetid. Faller litt av nå altså. Det kan bli dyre tiendeler for Schenk senere, det han taper på disse to siste rundene. Og så gir han alt. Det er dette han har trent for i mange år nå. Ingen grunn til å spare på krefter nå når det bare er 200 meter igjen. Så holder den ene armen på ryggen for ikke å komme ut av svingrytmen og få vridt kroppen for mye ut og tape tiendeler på det i siste sving. Og så spurter han de siste 70 meterne, passerer 7.20 og er i mål der på 7.23.61. Maar zien hoe ze daar aankomen. Aart Schenk. Nog altijd Sandler. En inmiddels heeft Grunwald de 4200 meter grens achter de rug in een tussentijd van 6.16.1. En daar ligt hij al 5 seconden op Aart Schenk achter. Een vechter toch wel, deze Noor, want hij is nu bezig om ten opzichte van de rondetijden die Aart Schenk in de eerste rit maken, iets terug te nemen. Hij blijft gaan, hoe moeilijk dat hij nu zelf. En dan moet er een goede laatste ronde uitkomen. Daar. Voor wisseling zitten nu, 200 meter in, ik heb feilster nu tak. Pent in i svingen og fornuftig med en arm på ryggen igjen. Og så går det da på de siste 120 meterne løs. Han kan spare seg og hvile i morgen til 1500 meter. Gi nå det siste. Har passert skjenkstid der. Og kommer inn på 7.28.18. 7.28.18 for Roar Grønvold. Slått med 4,5 sekund. Det er sneeuwbui. En der komt Jan Sandler. Die gaat scoren uitgeput en wel 7.47.32 honderdste, 7.47.9. Nu går Stensen til passering, siste gang. Passerer der, han var litt tidlig ute, der, på 6.56.5, rundetid 37.2, og 4,1 sekund etter Roar Grønvold. Tappte tre tiendeler til Grønvold der og kommer til å tape mer inn mot mål. Kommer altså inn et sted mellom 7.30 og 7.35, kanskje nærmere 7.35 enn 7.30 i Stensen, hvis han holder tempo på siste runden. Ut på siste langside, og Sten biter tennene sammen i nærbildet. Har 20 meter igjen
och är inne där. Ja, 7:33 39. Gekropen. En dan wachten we nog eventjes op dat mooie moment dat we eigenlijk wel een beetje voorspeld hadden. Kijk, daar staan ze. Arto Schenk, Nederland, 7:23.61. The first place, Alt Schenk, Netherlands, time 7:23.61. Ja, wat zou je in superlatieve vervallen eigenlijk? Het toernooi is nog lang hier. En er kan misschien nog best meer goud uitkomen. Maar het is toch wel erg goed om daar een Nederlander op het hoogste podium te zien staan. Gefeliciteerd nu door Henny Roos, die hier als waarnemer voor de ISU is. Blij lachen. Het was een gok, die rit in het eerste paar. Maar die gok is goed uitgekomen. En er is toch eigenlijk ook wel een beetje ervaring voor nodig om het zo te bekijken. Eerste rit, goud. Derde rit, zilver. Voor Grunwald is dat. En de zevende rit, Stensen, brons. En daaraan kunt u op zich al bekijken hoe goed die Stensen het eigenlijk gedaan heeft onder die omstandigheden. Het sneeuwt weer, maar dat raakt ons niet meer. Het eerste goud voor Nederland is binnen. De winnaar daarvan. En dan kun je wel zeggen, dat hadden we altijd wel gedacht, maar het moet toch altijd maar gebeuren. De winnaar daarvan, Aart Schenk, daar staat hij. En in dat hele snelle Wilhelmus moeten we helaas afronden hier. Het is lang zo plechtig en zo mooi niet dat we het gewend zijn, maar het is wel fijn. Eerste schaatssuccessen voor Nederland. We hopen dat we over nog veel meer van dat soort zaken... In die eerste rit wist je al wat er op dit ijs mogelijk zou zijn. Het was overigens aangekondigd dat het wereldrecord nog altijd op naam stond van Erhard Keller met 38.42. De 38 van Leo Licovesi waren nog niet in de annalen opgenomen. En het Olympische record staat op naam van Richard, oftewel Terry McDermott. Die al in Innsbruck in 64-40-1 reed. En sinds die tijd is dat op Olympische Spelen niet verbeterd. Nou, die 40-1 die zou er in ieder geval wel aan gaan, meende iedereen. En de eerste die dat zou kunnen gaan doen is deze Hasse Burjes, een ex-kogelstoter, tot sprinten gekomen onder het bewind van Anton Huiskens nog. En kijk, als die start goed is, dan zijn wij weer niet goed. Maar in ieder geval laten we nu toch doorgaan en de openingstijd van Hasse Burjes komt zo straks op het bord. 9.93, Johan Lind moet al Burjes laten gaan. De bocht die Burjes loopt, is de eerste binnenbocht, is voortreffelijk. En dan komen we aan de overkant een paar goede lange klappen. Die hem opstuwen naar een tijd die in ieder geval al rond de 40 seconden moet gaan liggen. Want als je met 31, 32 uit de laatste buitenbocht komt, dan ga je daarop af. Hasse Burjes in de buitenbaan nog altijd op kop. En naar de streep toe. 39.69 tegen 41.14 voor Johan Lien. En dat valt een beetje tegen. Het was overigens niet de eerste tegenvaller. En het zou de enige niet zijn. 39.69 voor een man als Burjes. Dan zou er misschien al iets. En daar zijn de heel fraaie slow motion beelden van de Japanners die ze van Burjes hebben gemaakt. Je kon al bedenken dat er iets aan de hand was met dit ijs. Want 39.69, ja, dat moest Burjes beter kunnen. Hier kan ze mot på Burjes prestation. De är ju ungefärligen likvärdiga i vanliga fall. Här står Ove på innen mot Lynch från Kanada. Från Australien, förlåt. Ja, bra start på König också.
Alltså har australiensarna kommit tidigare till åkning så att säga. 10.993. Exakt lika på hundradelen, vad lustigt. Det går Ove fint nu. Ja, växtans ingången till kurvan. Inte riktigt samma fors kanske i kurvan som var Börjes hade. Och här planar han ut lite flänget som är hans stil. Men han klår, står inte hastigt, nej då. Han är över 40 sekunder. 40,25 Ove König. En hel del sämre än Hasse Börjes. Je kunt krijgen, althans een man die erg strikt de reglementen hanteert. In ieder geval, Keller is het er helemaal niet mee eens. Het is een beetje boos. En misschien is dat wel een goede inspiratie. Tegenstander van Erhard Keller is Otmar Braunecker. En die heeft hij ook al vele, vele malen ontmoet. Samen met die Braunecker kan Keller een heel goed startje maken. Dat hebben ze in Insel en in Innsbruck al heel vaak samen geoefend. Maar ja, zo'n Japanse starter die... legt het drukpunt van zijn pistool nou toevallig ergens anders. Nu zijn ze wel goed weg, dat wil zeggen dat heet goed. Maar Keller gaat er zeer fanatiek tegenaan. U weet het nog, 1993 was de opening van Börjes en König. En zie je aan, 10-6 is de opening van Keller. Waarmee maar weer bewezen is dat je van openingen ook lang niet alles kunt zeggen. Nee, het gaat hierop, op dit moment. Kijk eens wat een geweldig lange klappen Erhard Keller nu maakt. Dat is het voordeel dat je in dit sprinttoernooi moest hebben. Helemaal eventjes naar buiten, de laatste buitenbocht. Dat is goed geloofd voor Erhard Keller trouwens. En dan kan hij voluit op die laatste meters af. Hij heeft, omdat hij aan de overkant die lange glijklappen gemaakt heeft, nog wat over voor die laatste meters. En dat brengt hem op een tijd 39,44, de snelste van de eerste drie paren. En nou ja, dat weet u ongetwijfeld al. Het zou ook de snelste tijd blijven, want Erhard Keller heeft al in het begin van dit toernooi goud binnengehaald. Dat wisten we toen overigens uiteraard nog niet. En nog altijd was er een klein beetje spanning, een beetje onzekerheid of dat nou driemaal falen van Börjes, König en Keller was geweest om maar niet eens op de 39 seconden te komen, maar net binnen de 39,5. En Erhard Keller weet het zelf ook niet, dat ziet u. Daar is het vertraagde beeld van de start. U ziet overigens hoe Keller op de achterkant van zijn schaats wegdavert. U moet eens op dat linkerbeen van hem letten. Voordat hij eenmaal in zijn eerste slagen komt, heeft hij er al een paar geweldige diepe putten in het ijs gehakt. Het is ook bekend dat Keller per seizoen wel een paar schaatsen verslijt. En daar zijn die hele lange klappen van hem. Daar gaat hij de laatste buitenbocht in. U ziet dat hij nog eventjes iets naar rechts is uitgeweken om toch vooral goed naar die sneeuwrand te kunnen vallen. En daar gaat de Duitse sprintmeester dan. Een uniek mooie beweging. En via Erhard Keller zijn we dan bij Takayuki Hida. Bij de aankondiging al zeer hartelijk toegejuicht. Die gaat sprinten tegen Valery Muratov, de Russische topsprinter. Van wie dit seizoen acceptabele tijden op de tabellen zijn verschenen. Maar die toch niet in staat werd geacht om hier in dit gezelschap bij de eerste drie te komen. Maar let eens op, Muratov trekt zich in de eerste 100 meter al helemaal op aan Hida. En tot ontzetting van alle Japanners opent de Russen het snelst met 9,87. Nog even herinneren aan die 10,06 van Erhard Keller in de vorige rit. En kijk eens, die Muratov heeft aan de overkant ook alweer van die lange klappen gemaakt. Daar is hij nog mee bezig trouwens. Nu pas glijdt hij de buitenbocht in. Hida moet trouwens corrigeren. Die komt ontzettend ver de binnenbocht uitzwaaien. En dat kost hem niet alleen de overwinning, maar ook een goede tijd. Muratov gaat hier de rit tegen behalen. En hij doet dat in 39,80. Dan hebben we drie mensen binnen vier paren binnen de 40 seconden. En dan weten we ook zeker dat de 39 seconden vrijwel niet haalbaar zullen zijn. En daar tap over de finish. 39,80. En dan is het tijd om te gaan kijken naar Art Schenk. Die moet starten tegen Neil Blatchford. We kennen Neil zo'n beetje, want hij was degene die bijvoorbeeld in Deventer bij het wereldkampioenschap met zijn, ja, zo noem je dat in de schaatsport, met zijn pikstart de
500 meter van Kees van Kerkelkomen verknalde. Daar gaan ze weg en daar gaat Schenk onderuit, want het is de lange goudwinnaar op de 5 kilometer die zich misschien iets te veel heeft laten verleiden door de manipulaties van Bletchford, die daar dan maar verder alleen over de baan gaat en een zeer slechte buitenbocht loopt. Bij de eerste start was Art Schenk botweg blijven staan en daar had hij Bletchford wel een beetje mee uit zijn concentratie gehaald. Dezelfde Bletchford die dus nu hier zijn laatste bocht gaat lopen en die dan ook op een tijd van 39 seconden zou moeten afgaan. En kijk eens, daar achteraan komt Art Schenk alweer. 40.67 wordt de tijd voor Bletchford. En ik zeg dat alvast maar even om vooral de aandacht op de tijd van Art Schenk te kunnen vestigen. Kijk eens, 43.40 met val. Dat is een heel merkwaardig snelle tijd. En die heeft Art Schenk dan ook na het toernooi in de mond gegeven. Ik had hier minstens brons kunnen halen. We hebben u er al op gewezen. Op dit ijs, en daar krijgen we dan de slow motion, dan kunt u precies zien hoe het gekomen is dat Art die met zijn linkervoet in het ijs gaat hakken. Kijk, daar gaat het al. Met zijn rechterbeen, sorry, die dan plat op het ijs komt. En in een flits weer opstaat, want dat is ook een razendsnelle beweging. En de strijd voortzet alsof er niets gebeurd is. Nou ja, niets gebeurd. Je mist daar gewoon een medaille, want om dat verhaal af te maken, dit ijs was nou echt gemaakt voor mensen als Schenk. Keller en Muratov hadden dat al bewezen. Och det ser ut som Björang. Ja, dessvärre, Björang har trukket första yttre. Jag beklager. Björang trak första yttre. Han är ärgerlig. Det kan betyda någon tiondele. Den sista indre, där må löparen reservera sig alltså. Det är plats till Björang i seten här. Vi vet att föran till löpet sitt så kan han komma in bland de sex bästa. Ja, alla favoriterna har, bortsett från japanerna, har gått in, har fått till sina löp och då är det trångt helt i teten. Men det är plats till Björang in bland de sex bästa förlöpare där man kommer in efter Linkovesi och föran König. Hans Lichtenstern i bildet. Han har varit heldig och fått första indra alltså. Klar. Och där kom Jagore. Björang var snabbt och fint ute. Lichtenstern också. Men så går Björang en glimrande första långsida och går från Lichtenstern, smickrande och dålig man. Han har 39.62 Lichtenstern och Björang får på första långsidan 9.85. Han är med i bildet Björang och en god yttre går han också. Tar in på Lichtenstern så kommer han på växlingssidan och inte minst på sista indre och där slår Björang till. Han slår om takten på växlingssidan. Och långt ut från snökanten och lite försiktig vid ingången till svingen. Han vill reservera sig nu alltså så får han fin kontakt och så gäller det bara att hålla. Här är Lichtenstern i bilden. Men Björang håller han och Björang är framför ut på upplöpssidan och går mot en god tid och han grejer att jobba in mot mål. Kommer han under för? Kan han greja täten? Han är inne där. Nej, jo. 39.91. Han ser glad ut. En blandning av glädje och skuffelse kanske. 39.91 på fjärde plats, men det var så kort upp till bronsplatsen. Men han har slått Seppo Henninen och har slått Leo Linkovesi. Och Björang är på fjärde plats förlöpig. Och jag kan inte finna så många nedover på listan som kan greja att komma in och slå disse sex i täten. Ja, pent det, Per. Du ska vara förnöjd med det. Det är trist först att träcka sista indre. Och så ser jag att det mangler 1100-delar, är det väl 1100-delar till bronsmedalje. Ja, jag skönner gott att det går an att klappa lite ärgligt i nävene, men jag tror att det är någon som är missförnöjd hemma med detta här. Men här har alltså Roar Grönvall och Göran Claesson trukket samman. Och vår förväntning ligger ju nu självklart till Grönvall. Claesson är inte i toppform. Och hvis Grönvall ska ha något som helst att säga mot Art Schenk, som alltså kommer två par senare, så må han lätt avvisa Claesson. Och jag tror han bör slå Bolts ganska kraftigt. Klar. Åh, det var en tidlig start på Grönvall. Han fick gå. Tjent noen tiendel i starten der, Roar Grønvold. Gjør ingenting, nå starter han allikevel godkjennere.
Og kjapp åpning på første langside, så som han gikk fra Claesson litt der, og så kjører han voldsomt gjennom yttersvingen, Roar Grønvold, og Claesson blir så absolutt etter. Det blir nesten 10 meter, allerede etter 200 meter, ja, kanskje ikke fullt så mye da, men Grønvold går meget hardt ut og øker på Claesson, og passerer der på 26-1, og det 7 foran Vold, 7 tiendeler foran Vold, og så blir det vel kanskje kluss i vekslingen, nei, Claesson greier å kjøre på, og så får Grønvold fin pes nedover. Og det går fort ut av med han, så han glir forbi Claesson nedover. Har større fart enn Claesson, og jeg tror svensken skal få store besværligheter med å henge på nå, når han ikke har begynt å gjøre det enda. Fin indre også av Grønvold, han har øket forspranget til Claesson, skal vi se på passeringstiden hans. Han går nok så langt innunder Bolt, tror jeg. Og han passerer der, det blir godt. Der, 57-7, og da ligger han 1,6 sekunder foran Jan Bolt, en annen runde på 31-6. Og det var fort av Grønvold. Kan vi nå holde tempo på denne runden her, så blir det bra. Det ser litt langsommere ut for Grønvold nå. Det er ikke samme spruten i ham ved inngangen til svingen. Fikk ikke til den inngangen der. Og jobber litt trangt gjennom yttersvingen. Og Claesson kommer nok noe bakfra, men kan ikke slå Grønvold. Men det går ikke så fort med Grønvold nå, er redd. Jeg tror dette blir litt for svagt. Passerer han der på 1.30,6, det er rundetid 32.9. Han økte på Bolts med 2 tiendele, og det er ingen fare med Bolts. Han kom til å slå Bolts, han kom til å slå Claesson. Han spurte fra Claesson nedover. Claesson fikk fin pes der, og Grønvold var frisk på den vekslingssiden, men så var han sliten ved inngangen til linesvingen sin. Dette går for smått. Det er ikke et helt stort løp av Grønvold. Ut på oppløpssiden med ham, og han er så sliten. Bra må ta seg sammen, nå kommer han og spurter han. Det hjelper, det steller tiendele dette her, og en kjempespurt av Grønvold, han inne på 2.04.26. Og Claesson kom godt på slutten, 2.05.28. Det i hvert fall første og annen plass til nå. Her kommer slow motion igjen av Grønvold i siste indre, det var kjapt gjort. Han er sliten der. Se hvor han bykser fram formelig. Het Nederlandse kamp en ook misschien wel elders. Tegenstander is, dat moet ik ook natuurlijk nog even zeggen, Mutsuhiko Maeda. Go to the start. Aart Schenk in het achtste paar moet op de tijd van Roy Grønvold minstens af. 2.4.26 voor Grønvold. Eerste pasje is misschien iets voorzichtiger gezet dan bij de sprint. Onbewust dan weliswaar. En een in hoog tempo vertrekkende Maeda waar je echt wel lekker naartoe kunt lopen. Hoewel, bij het uitkomen van de eerste bocht is Schenk er nog niet. Kijk er maar. Je komt er nog niet helemaal na. U hoort overigens ook het geweldig enthousiasme op de tribunes nu het een landgenoot betreft. Die Maeda gaat even lekker door. Opening van 26-43 en van Schenk van 26-75. En daar zit hij zo'n 16 seconden mee boven de tijd waarmee Roar Grønvold en Jørgen Claesson hebben geopend. Schenk nu met de lange klappen en iets regelmatiger lijkt het wel naar de buitenbocht. Dan moet die Japaner er nog maar naast zien te komen. En dat lukt hem net niet helemaal. We gaan op de 700 meter lijn af. Daar had 57-7 Roar Grønvold en 57-95, 57-9 voor Schenk. Het betekent nog 2 tiende seconden boven de tijd van Grønvold. Een rondje van 31-2 tiende seconden. Het zit erin, maar het tempo moet wel vastgehouden nu. Japanners zijn zo vriendelijk om nog eventjes Maeda te volgen. En dan moeten we toch snel met die camera op zoek naar onze eigen Aart Schenk. Die daar al ver uit die middenbocht gekomen is, wat ruim overigens, maar de klappen zijn hoe langer hoe zekerder de bel voor de laatste ronde. Kijken wat voor tijd dat is. 1.29.9 en vergelijkend met Roar Grønvold, we zitten er 17e van een seconde over. Onder een rondje van 31.9, knap gedaan. Zo moet je het doen op die 1500 meter. Rondjes van 31 in de 31, dat zijn de goeie. Het is toch nog wel vechten geblazen natuurlijk voor Schenk. Niet zo vreselijk hoog boven alle andere rijders uit Torrent als iedereen zo langzamerhand wil doen geloven. Hij moet er echt wel moeite voor doen en hij gaat met goede harde klappen naar de streep. Die laatste ronde, die moet het hem helemaal gaan doen. En kijk eens, we komen op 2.2.96 uit. En dat is ruim onder de tijd, 1.3 seconden onder de tijd van Roar Grønvold. Die 2.4.26 noteerde Aart Schenk.
plaats is hier op dit moment aan de top van de lijst. Slow motion van de Lange. En op de achtergrond de bekende toeters die we bij geen enkel toernooi meer kunnen wegdenken. Tveter er faktisk oppe og lukter på medaljeplass. Og da er det 500 meter igjen av løpet bare. Går litt langsommere nå. Og jeg synes det så ut som han var litt uheldig med vinden på vekslingssiden. Sliten er han nå, som er han kjempekolossalt. Tveter og passerer siste gang. Der på 1.31,6. Og det er ett sekund etter Roar Grønvold. Men det betyr at han ligger temmelig jevnt med Gøran Claesson, som altså gikk i par med Grønvold og lå cirka 10 meter etter der, og det vet Tveter, og da kjemper han mot motvinden der, og tar han ikke noe hvileskjær engang ved inngangen til svingen, nei, han har kreftet til gjennomføre, og han biter seg fast i snøkanten og kommer seg gjennom den svingen på en hederlig måte, og så er det bare 100 meter igjen, og det står om 100 deler Tveter, han tar ut alt han har, det er ikke mulig å si hvordan det går, han er inne, der, nei, det var 500 deler for sent det. 2.05,94. Voor de tweede maal in drie dagen. Vriendelijk en vrolijk zwaaiend naar de tribunes. Met een wel erg voldaan gevoel, want op de 1500 meter het meesterschap dat je er op papier al op had, ook nog in de praktijk bewijzen, dat is een heel andere zaak. En als je dat gedaan hebt, dan kun je blij wezen. Grunveld. Tweede man in vele opzichten achter Schenk. Op Europees niveau. En hier ook op de Spelen. En dan eindelijk ook weer eens Göran Claesson op het schavotje. Bescheiden, misschien wat te kalme zweet. Die nu dan toch een medaille heeft veroverd. Plezierig idee voor Kees Broekman. En dan zullen we ons om moeten gaan draaien in de richting van het scorebord en de vlag. En moeten gaan luisteren naar het Wilhelmus, dat hoe snel het hier ook wordt uitgevoerd, toch wel weer erg plezierig is om aan te horen in het volle, althans bijna volle, Makomalai stadion. Wel, dat was het uit Sapporo. Weer goud. Misschien morgen ook goede berichten. We zullen zeggen, tot dan. We zijn eerst nog langs de 7600 meter gegaan. 12 minuten en 15 seconden voor nodig en dat is op die 8 kilometer voor een goede richttijd. Om eens te kijken in hoeverre Stensen onder die tijd van Lavrushkin zit. De bel voor de laatste ronde gaat, dat wordt natuurlijk de snelste tijd tot nog toe. Maar het is de vraag of het de snelste tijd van het hele toernooi zal blijken te zijn. Laatste doorkomst in 14.31.2, een rondje van 36.14 seconden. We hebben gedurende de hele race van Stensen nog geen ronde van 37 hoeven en kunnen noteren.
Het mag een voortreffelijke verrichting heten wat deze knaap hier presteert. Daar komen we op de streep af, de beide armen los. Nu gaat het toch wel erg moeilijk, maar de gang zit er toch nog wel in. En de tijd wijst dat uit. 15:07:08. 15 minuten, 7 seconden en 800ste. Een hele goede tijd voor een 10 kilometer op een laaglandbaan. Dat bord dat toont 9 ronden nog te gaan, dat geldt Kees Verkerk. Daar komt hij. Casey die bezig is om de tijd van Sten Stensen aan te vallen. 9.48 ziet u geprojecteerd bovenin uw scherm. En dat betekent dat we tussen de 6400 en de 6800 meter zitten. En dan moet ik u verslag doen van wat Kees Verkerk in de voorgaande ronden allemaal, in de voorgaande kilometers allemaal heeft gepresteerd. Hij is geopend op 38, is toen een rondje van 35 gevolgd en daarna heeft hij tot aan de 4400 meter heeft hij voortdurend ronden van 36 gereden. Toen is hij daar even ondergedoken en dat kwam omdat hij toen op punt stond om de Australiër Colin Coates, die zijn tegenstander is, in te halen. Er zijn drie rondjes van binnen de 36 seconden gevolgd. En daarna is Casey weer vlijtig verder gegaan met ronden van alsmaar 36 seconden. U zag de tussentijd. U ziet hier op het bord de tijd lopen. En Kees Verkerk is bezig om de tijd van Sten Stensen heel dicht te benaderen. 10 minuten en 46 seconden zag ik daar staan. We zijn op weg naar de 7200 meter. En die passeert Kees Verkerk in 10:53:09. En dat is een heel gering verschil, namelijk van nog maar een halve seconde met de tijd die Sten Stensen hier zat. Wanneer Kees erin slaagt om de rondjes 36 die hij nu rijdt te continueren en daar tegen het einde weer wat tienden van seconden en misschien per ronde nog wel een seconde vanaf te gaan knabbelen, wanneer hij dus de zogenaamde 35ers gaat rijden, dan zal Kees Verkerk erin slagen om Sten Stensen van de eerste plaats te verdringen. Colin Coates, zijn Australische tegenstander, is, dat hebt u al gemerkt, in geen veld nog wegen te zien. Tussentijd 11:30. Blank, dat is zijn ronde van 36 seconden. En dan zit Sten Stensen daar nog 1/14 seconde onder. Die had hier 11:28:06. Het is dus uitermate moeilijk om, waar Sten Stensen zo zeer regelmatig net even boven die 36 seconden reed, om dat ritme van Stensen te doorbreken voor Kees Verkerk om die tijd aan te vallen. Maar hij doet er zijn uiterste best voor. Daar komt hij weer op de streep af en dat wordt de 8400 meter. 2:12:41:05 had Stensen. En dat zal dan straks een goede richttijd voor u blijken. Daar ziet u Leem Frommer. Beduidt dat Kees 5 seconden onder zijn schema zit. En dat zal dan een schema zijn dat in de buurt van de 15:10 moet hebben gelegen. Een mooi vertrekpunt. 15:10 als Stensen 15:07 heeft gereden. U hebt het nog onthouden. 12:41 was de tijd die Stensen op 8400 meter had. Hier komt Kees Verkerk. 12:41:05 voor Stensen. 12:42 blank voor Kees Verkerk. De bovenste tijd is dat. 12:42 blank betekent een halve seconde nog onder de tijd van Stensen. En het rondje ging in 35:07. Kees Verkerk is dus nu aan zijn eindsprint begonnen. Formidabel wat die kleine man daar toch weer presteert. Hij was gisteravond niet al te best te spreken. Althans in de voorgaande dagen al niet. Maar het feit dat de ploeggenoten hebben besloten, en in het bijzonder Art Schenk heeft besloten, Kees, jij moet in de eerste groep starten. Nu komt jouw kans op een medaille. Dat heeft hem er goed bovenop geholpen. 13:17:06 is de doorgangstijd. En dan zitten we een halve seconde onder Sten Stensen. Dat is niet zo verwonderlijk. Stensen reed hier een ronde van 36:06. En daar gaat Kees voor de tweede maal de Australiër Coates voorbij. Stensen reed een ronde van 36:06 en Kees van 35:06. Die duikt daar dus op 8800 meter onder de tijd van Sten Stensen. En nu gaat het er nog maar om dat ritme vast te houden. De Nederlandse supporters van heel nabij in beeld. Met de bekende toeters. 9200 meter gaan we nu door. Daar staat de tijd. 13:53:06, een rondje van 35:09. En daarmee zit Kees Verkerk 1:01 seconde onder de tijd van Sten Stensen. Dat betekent dus op weg naar de eerste positie in het algemeen klassement.
Weer een ronde van 35,19 seconden. Weer eentje van onder de 36. Kees moet ervoor vechten, maar hij heeft zijn race magistraal opgebouwd met een geweldige regelmaat, met een tussensprintje dat uitstekend geplaatst was. En nu zit hij dan onder die tijd van Stenson. Wel de laatste ronde. Wat is de doorgangstijd? 14.29.5 en hier noteerde Stenson 14.31.2. Een rondje van 36.4 voor Stenson daar en van 35.9 voor Kees Verkerk. Een halve seconde daaronder dus. En dat betekent dat die Stenson gaat kloppen. Ik zei u al, door een genereus gebaar van Art Genk, die zei: jij moet het doen en jij moet in die eerste groep starten. Is hier staat Kees om zich in de top van dit klassement in de strijd te mengen met de besten die onder dezelfde omstandigheden rijden. Daar komt de eindsprint. Een wonderbaarlijk mooie tijd wordt dat, die Insel in herinnering gaat roepen. 14.15.04.70, een laatste ronde van 35,19 seconden. Een driftig applaus van onze supporters waard. Een waarlijk geweldige verrichting van Kees Verkerk. Daar rijdt hij. 59 en Kees Verkerk had hier 9.04.9. U ziet het, het verschil is 5 seconden precies. Verkerk reed hier een rondje van 36,4 en Schenk van 36,1. Schenk heeft dus weer 3 tienden naar zich toegetrokken. Verschil van 5 seconden dus. En daar komt Jan Sandler voor Art Schenk in zicht. Dat betekent een extra stimulans. Dat betekent een rondje waarin je je aan je voor je rijdende tegenstander kan optrekken. En dat zal zijn weerslag ongetwijfeld in de tijd vinden. 9.35.9 en 9.41.1 was hier de tijd van Kees Verkerk. We zijn al boven de 5 seconden verschil gekomen. Daar gaan de Jan Zandler, de Zweedse veteraan, voorbij onder applaus van de tribunes. De verzend meelevende tribunes, want u begrijpt, de Nederlanders werden op slag weer wakker toen in het laatste paar Art Genk zich geweldig ging manifesteren. 10.11.53 is de tussentijd en Kees Verkerk noteerde hier 10.17.6. Een verschil dus van 5.11 seconde. Een rondje van 35.5 was dat van Schenk, waar Verkerker 36.5 nodig had. En dan zie je maar weer eens het effect dat het heeft wanneer je een voor je liggende tegenstander op de rug kunt springen. Op weg naar de 7200 meter. Nog altijd met die iets wat verkorte slag, nog altijd met die geweldige concentratie op deze manier van rijden, die de zijde niet helemaal is. 10.47.6, een rondje van 36.1 en Kees Verkerk noteerde hier 10.53.9. Het verschil is dus opgelopen tot maar liefst 6.3 seconden in het voordeel van Schenk. En dat terwijl Kees Verkerk toch een geweldige race reed, toch een schitterende regelmaat in zijn tijden had en een machtig mooie eindtijd neerzette in 15.47. Tot op dit moment, en u moet zich realiseren dat dat enkele uren is, tot op dit moment altijd goed nog voor de eerste plaats. 11.23.9 is de tussentijd van Schenk en 11.30 blank was de tussentijd van Kees Verkerk. Een rondje van 36.2 van Schenk en Kees die reed hier 36 blank. Er wordt dus toch weer iets afgeknabbeld van het verschil en dat dan weer ten voordele van Verkerk nu. Het gaat er maar om, hoe hou je die 6 seconden verschil vast in de ongeveer 6 ronden die Schenk nu nog te wachten staat. Hij kan de tol nog moeten betalen voor een opening die tot aan 4800 meter alsmaar rondjes van 35 heeft opgeleverd. Daar is de tussentijd 12 minuten en 3/10 seconden. En Kees Verkerk 12 minuten en 6/3/10 seconden. Nog altijd een verschil van 6/3/10 seconden in het voordeel van Art Genk. En nu begon Kees Verkerk aan zijn eindsprint. Dat was tussen 8000 en 8400 meter. Daar ging Kees Verkerk rondjes van 35 rijden. En nu maar kijken wat Genk ervan terecht brengt. 12.42 was de doorgangstijd voor Verkerk. 12.36.4 is de tijd voor Art Genk. Nog altijd een verschil in het voordeel. Verkerk heeft 14 seconden afgeknabbeld. We zitten in de buurt van de 5/17 seconde verschil voor Schenk.
altijd maar weer net proberen om dat sneeuwrandje niet te raken. Dat net tegenaan te tikken en heel omzichtig de goede plekken op de baan te zoeken. We gaan naar 8800 meter. Tussentijd van Kees Verkerk daar. 13, 17, 6 en 13, 12, 8 is de tijd van Schenk. Het wordt dus minder het verschil. Maar er is nog altijd ruim 4 seconden over voor Art Schenk. Voor de laatste 3 ronden die hij nog heeft te gaan. Jan Bols zag u daar in een flits eventjes ploeggenoot Schenk aanmoedigen. We gaan naar die 9200 meter toe, 800 meter voor het einde dus. Kees Verkerk 13:53.6 en Art Schenk 13:49 plank. Een verschil dus nog altijd van 64 seconden. En dan kun je, hoe moeizaam het hier ook gaat en hoe hard Art hier ook moet vechten, dan kun je bijna niet meer kapot. Dan is het wel gebeurd. Dan denk je aan goud en dan denkt Art Schenk dan ongetwijfeld op dit ogenblik. Hij rijdt ook hier een gouden race op weg naar de derde gouden medaille in dit Olympische toernooi. De bel voor de laatste ronde. De voorgaande ronden zijn toch altijd nog in 36-1, 36-3 en 36-2 gegaan. Nu is de doorgangstijd 14:25:44 en Kees Verkerk had 14:29 staan hier. Een verschil van 4 seconden. Nu gaat het er nog maar om of Art erin slaagt om met een goede laatste ronde nog onder de 15 minuten te komen. Dat zou een formidabele prestatie zijn op deze baan en onder deze omstandigheden. Het ijs is overigens niet zo veel, niet zo heel veel slechter geworden. Het is alleen wat uitgetrapt geraakt, maar de wind heeft Art kennelijk niet gedeerd. En de moeilijkheden van die wat minder goede baan heeft hij schitterend overwonnen. Hier gaat hij over de streep, 15:01. 35, een schitterende tijd.